De materialen die bijvoorbeeld gebruikt worden of die zich lenen voor een bruidsboeket, dat zijn toch wel vaak elegante bloemen, duidelijke bloemen. Bijvoorbeeld roos is een mooie duidelijke vorm. Grassen wordt veelal veel gebruikt. Bessen, als de balans maar goed is. Ik ga het beginnen met het maken van een bruidsboeket op een basis van gras, tea grass. Ik ben begonnen met het karton. Goedkope basis. Dus we beginnen met ijzerdraad. De allerdikste heb je nodig. Je maakt een haakje van draad. De allerdikste draad in de binnenste ring van het karton. Dus ideaal materiaal, het is zacht. En je steekt er dwars doorheen. De korte en de lange, die verbind je met elkaar. Dit doe je dus op 4 plaatsen. De tweede komt tegenovergesteld. Die plaats je weer tussen de andere twee. Zorg wel dat je dikke karton hebt. En dan 1 van de 4 die pak je en die sla je om de rest. Dan ga ik hem afwikkelen met caoutchouc. Ik trek hem een klein beetje uit. Je begint dus het omwikkelen van de hele ring. En dat doe ik eigenlijk om het geheel steviger te maken. Maar ook dat straks mijn koude lijn, wat ik hiervoor gebruikt heb, mooi zal hechten. En goed zal hechten. Dus je gaat telkens van buiten naar binnen. Nu ga ik hem omwikkelen met het tea grass. Maak hem goed droog met een handdoek. Dan knip je de uiteinden weg. En dan gebruik ik de koudlijm. Speciaal voor bloemen en grassen of bladeren. De koude lijm is ook in een tube. Maar ik vind deze erg prettig, makkelijk in gebruik. Je legt hem op de bovenkant. Je houdt hem goed vast met je vinger. En dan wikkel je hem om de basis. En na verloop van tijd kan je dit heel erg snel. En kan je deze basis eigenlijk maken binnen 10 minuten. De uiteinden doe je een klein beetje lijm op. En die leg je op de andere. Dan pak je de volgende. Ook eigenlijk weer een beetje lijm op de uiteinden. En je begint eigenlijk weer een volgende rand. En zo ga je eigenlijk door totdat je hem dus helemaal rond hebt. Ik ga beginnen met het steken van de bloemen. De avalansrozen. Ik begin in het midden. En ga dus mijn hoogte bepalen. Dit is voor mij een goede hoogte. Ik gebruik daarbij een stukje draad, papierdraad. Klein stukje, die vouw ik dubbel. En leg de eerste vast aan mijn basis. Zodat ik zeker weet dat u dus niet meer weg kan glippen. Die knip ik af. En daaromheen ga ik dus de rest van mijn rozen creëren. Ietsje lager. Ik hou nog steeds de stelen parallel naast elkaar. Deze rand hou ik wel gelijk. En u zult zien dat de stelen zich iets gaan wijken. Dus zometeen door middel van een beetje draad hou ik dat dus bij elkaar. Boven mijn hand, zodat ik zeker weet dat het niet wegglipt. Dat doe ik op 2 plaatsen.
ook nog eentje beneden. En zo bouw je dus eigenlijk het boeket op. Dus je begint bovenaan en je werkt door naar beneden. Dan de volgende rand. En tussen de twee rozen steek ik deze. Zo zie je eigenlijk dat je een prachtig mooi geheel krijgt. Wat de rand, ja, de rand die draagt de rozen eigenlijk. Dan ga ik de onderkant afwerken met eucalyptus en het blad van de roos. Dus ik zorg dat ik een steeltje heb wat lang genoeg is om tegen de rest aan te leggen. Maar maak bruidsboeketten niet te groot. Het is mooi als het past bij de jurk en niet dat het de hele jurk camoufleert. Het moet een toevoeging zijn. Nu heb ik het helemaal afgewerkt, dus de hele bladrand, kom ik weer bij het papierdraad. Weer voor de extra stevigheid. Dan, om de lichte kleur weer terug te laten komen, gebruik ik eucalyptus. Prachtig materiaal, ook vanwege de grijze kleur. Mooi in combinatie met het seagrass. De knoesten snij ik eventjes weg. En dan ga ik verder met de volgende rand. Dus het boeket is eigenlijk opgebouwd in verschillende lagen. Die komt er tegenaan. En u ziet dat nu de contrasten duidelijk zichtbaar zijn. Dus dat je dus een lichte vorm, dan heb je een bonte rand, dan heb je een hele groene rand en dan de rand met bessen. En die leg ik weer op twee punten vast. Nou zijn er meerdere mogelijkheden. Het handvat afwerken met lint. Maar het kan bijvoorbeeld ook met het gras wat ik al eerder heb gebruikt. Dat is hetgene waar ik voor gekozen heb. Ietsje korter. Knip toch wat stelen weg die uitsteken. Dan ga ik het handvat afwerken met caoutchouc. Een klein stukje. Een klein beetje uittrekken weer. Ik begin bovenaan en ga langzaam naar beneden. Naar het volgende punt waar ik het draad heb. Dit doe ik omdat het mijn basis is voor het gras wat ik eromheen ga wikkelen. Ik haal mijn vinger er eventjes op, dus ik maak het warm, zodat ik zeker weet dat het niet meer wegglipt. Dan ga ik het handvat afwerken met seagrass. Ik begin aan de onderkant. Je steekt hem een klein beetje erin, 2 centimeter ongeveer. En begin met het omwikkelen van het handvat. De volgende leg je er bovenop en je begint verder met draaien. Als het niet mogelijk is dat u dus vast blijft zitten, dan gebruik je een klein beetje koudlijm, zodat je zeker weet dat hij vast zit. Het dunne gedeelte knip ik eventjes weg, dus ik begin bij breed en ik ga door naar boven. Zorg dat het geheel goed strak om het handvat heen zit, zodat het niet weg kan glippen. Zo'n klein beetje lijm gebruiken. Eventjes laten drogen. En dan bevestig je hem aan de rest. En dan heb je prachtige kleurnuances met eigenlijk maar 4 soorten materialen. En eenvoud doet het hem vaak.